zo meteen uit eten. We hebben de hele tijd een beetje geluierd en gekeken naar zomervakanties. Want we hebben eind juli hebben allebei zomervakantie. En we twijfelen nog een beetje, maar we denken dat we naar Italië gaan. Maar nu gaan we eten bij de Fuik. En de Fuik ligt in Aalst. En de Fuik heeft een beetje een Frans georiënteerde keuken. En ik vind dat toch wel echt een van de lekkerste keukens, denk ik. We hebben een heel mooi interieur, heel warm. Een hele goede sfeer hangt. Dus nu weer even geleden ik daar ben geweest. Maar het is wel leuk. Ik ga met Niels en zijn ouders. En dat wordt vast heel drempelgezellig. Ik heb mijn pak aan vandaag van Acne. Of acne. Ik ben er nog steeds niet over uit hoe je het uitspreekt. Maar ik vind acne vind ik wel heel lelijk in. Klinkt dus ik zeg maar gewoon Acne. En die heb ik met een simpel shirt aan van H&M. En een vintage clutch van mijn moeder van slangenleer. Dat ding is echt al meer dan 30 jaar oud en hij is nog steeds mooi. Oh, en mijn schoenen. Ik weet niet of je ze... Oh ja, ik heb daar die tas ook nog mee, maar die ga ik zo even overzetten naar die clutch. Ik heb mijn bruine Louboutins aan, want het is dezelfde kleur als mijn tasje. Nou, we zijn bij de Fuik. En ze hebben best wel wat prijzen en ze staan in de Michelin gids. Dus dat doen ze erg goed. En we hebben het voorgerecht met onder andere gerookte zalm. Ratatouille groentes, crème van eidooien en kokante jus is er. Dankjewel. Alsjeblieft, geniet ervan. Gaan we doen. Lekker, het vorige was ook echt heel erg lekker. Ja, dit is mijn persoonlijke favoriet. Zo, is dat op? Ja, kijk, dat bedoel ik. Het is mijn persoonlijke favoriet. Buikspek, langzaam gegaard, vervolgens krokant uitgebakken en dan gelakt met honing en tijm. Crème van rode ui erbij, gel van wakame, jus met hoisin en dan natuurlijk de gebakken kokkie. Asperges, my favorite. Ja, VIP treatment toch niet, hè? Oh, en die wijn erg. Daar word je toch blij van. Alsjeblieft. Hoort dat bij alleen aan het weer? Ja, dat hoort niet. Perfect. Een fles kijk nou, wat een dessert. Het zijn een kasteeltje. Bastonjekoek met vanille en bergamot. Het is zonde om op te eten, right? Het eten is echt heel erg lekker. En is nu niet super druk in het restaurant. Maar wel een bezetting. En we hebben net de zonsondergang gehad. En nu zitten we gezellig aan het water. Goedemorgen allemaal! Het is woensdagochtend en ik ben onderweg naar mijn personal trainer. Want die gaat me 2 keer in de week. Iedere keer mag hij me weer afmatten. Want het zomerseizoen komt er weer aan. En ik kan niet vroeg genoeg bij zijn, denk ik. Dus dat ga ik eerst doen. Dan ga ik me snel douchen en met Dwayne foto's maken voor ons blog. Dan ga ik naar Utrecht nog wat bedrijfskleding uitzoeken. En dan ga ik naar Niels. En dan zit mijn vrije dag er alweer op. Daar ben ik weer. Ik heb gesport. Ik heb spierpijn gewoon nu al. Maar ik ben helemaal omgeswitcht. En nu gaan we lekker foto's maken. It's a beautiful day. Precies als ik dat zeg, verdwijnt de zon ook gewoon. Maar het is wel echt heel mooi weer in de stad van Philips. Want ik ben in Eindhoven onderweg naar mijn kapper. En ik reis dus 1,5 uur om geknipt te worden en gekleurd. Omdat het gewoon echt een super kappertje is. Ik ga naar Rolfeet om en Renate die knipt mij altijd. Zij is echt top. Zij doet het echt altijd als ik daar geweest ben. Dan zit alles ook gewoon goed. Dus ik heb er ook echt gewoon zin in om erheen te gaan. Want dan voel ik me weer herboren. Ik ga eerst denk ik even wat lunchen. Want anders ben ik veel te vroeg. Oké, ik ga hier nu even snel wat eten. Het zit echt naast de kapper, dus dat is perfect. Die vorige echt een super lekkere tosti. Maar het is eigenlijk niet zo. Ik moet niet weer nemen. Oké, ik kom niet laat. Ik heb toch een tosti genomen. Misschien tussen de rand te compenseren. Ben ik de enige of hebben jullie dat ook? Dat je denkt dat je super veel tijd hebt. Dan neem je alle tijd en op een gegeven moment denk je van shit, ik moet haasten.
anders kom ik nog te laat ook. Ik heb dat dus altijd. Maar goed, ik ben er nu. Bij Robje Peetoom. Finally getting my hair done. En daar zijn we. Everybody, dit is Renate. Renate, wat heb je in gedachten voor vandaag? Nou, we kijken naar heel mooi haar. We zitten er wel een beetje uitgroeien. Maar ja, dat is heel hip, dus dat mag ook. Nee, wat ik nu zie is dat er nog een beetje resterende blonde pluk in de punten zit. Wat ik wel heel mooi vind bij jou, is dat je nog steeds een beetje de donkere omheen houdt. Je bent een donker type. Maar ik zou die overgang wat zachter willen maken, dus dat die minder hard is. Wat ik ga doen is, ik ga babylights inzetten, zodat je op een hele fijne manier net even wat blonder weer wordt, maar toch nog steeds een brunet blijft. Oké. Okay. Dus ik denk dat het helemaal mooi wordt. Top! Ik heb er zin in! Nou, de kleur zit er nu in. Misschien moet ik maar gewoon zo houden. Als ik nu naar buiten loop. Woe! Ik ben weer fris en fruitig. Ik voel me ook echt als herboren. Het zit mooi gefeund. En ik vind het goed kan zien. Het is wat assiger. Precies wat ik hoopte. Dus ik ben helemaal klaar voor vanavond. Dan heb ik mijn vlogparty. Zin in. Ik ben weer thuis. En bij een party vanavond hoort natuurlijk een taart. En die ga ik deze keer zelf maken. Het was niet gelukt om hem bij Life of Pi te bestellen. Want dat was te kort. Zeg maar, dat moet wat verder van tevoren. Dus die heb ik lekker vast voor mijn verjaardag bij hun besteld. Maar nu ga ik lekker zelf een taart maken. En dat wordt een Oreo cheesecake. Ik vind taarten bakken altijd heel erg leuk. Maar er moet wel een goede reden voor zijn om erin te bakken. En dat vond ik nu. Dus ik heb hier echt heel veel Oreo cookies. Slagroom gaat erin. Poedersuiker. Boter. En deze mousse. Oh ja, en wat vanillearoma. Dus ik ga nu lekker aan de bak. Ik ben er klaar voor. My people kunnen elk moment komen. Dus alles is klaar. De taart die is klaar. En Niels heeft net allemaal hapjes gemaakt. Dus het wordt vast heel gezellig. En ik heb mijn nieuwe top aan van Zara. Mijn Levi's jeans. En ik heb ook hakken aan van Zara. En mijn nieuwe lipstift. Van Charlotte Tilbury. Die hebben we daar. Hello! Hi, honey! Nou, de wow, wat lief! De viooltjes waren uitverkocht. Nou. Nee, niet uitverkocht. We zijn er nog niet. Dit is toch super mooi? Hallo! Gezellig! Dit is de taart. Ik doe er zo stiekem nog wat meer Oreo's op, maar ik wilde mijn logo erop hebben. Hello! Ben je aan het vloggen? Ja! Leuk! Hallo! Hi! Hallo! Wat leuk dat je er ook bij bent! Yes. Jeetje, al die bloemen, zo mooi! Lief! Thank you! Dit is mijn buurjongetje! Hallo! Hey! Gezellig! Een onverwachte bezoeker! Leuk! Jitske heeft zich dus echt aan het thema gehouden, want die is echt fashionably late. Nope. Sorry. It's okay! Hallo! Sorry. Het ziet er mooi uit. Hallo. Het spijt me. Was het rustig op de weg, Jit? Ja, gelukkig wel. Dat is het voordeel als je iets laat vertrekt. Ja, dat zei ik ook al. Je hebt je echt goed aan het thema gehouden. Yes. Daar doen we het voor. Leuk. Kijk eens. Wat een schattig tasje. Prachtig. Leuk. Is een klein geitje. Dat maakt het net. Maar ook een thema. Dus. Oké, okay, ik ga hem gelijk uitpakken. Oh, dit is echt wat zo'n goodie bag feeling. Oh jee, Jits. Oh my god! Wat? Oh my god, het is gewoon een telefoonhoesje. Hoe cool is dat? Ja. Oh my goodness. En lekkere paaseitjes. En paaseitjes. Wat is voor smaak zo? Salt en caramel. Hallo, hoe creatief hebben die erin gedaan? Leuk! Oh my god, ik heb gewoon mijn eigen telefoonhoesje. Ja. Heel cool, Jits. Thanks. Ja.
Niels wil nooit in beeld. Maar daar gaat hij aan wennen. Sabine woont in Stockholm en die praat dus echt vloeiend Zweeds. Hoe cool is dat? Let op. Men vi måste prata lite för att jag är här med en blogger. Förstår du eller? Ik ben morgen vrij, ik ga sowieso naar de IKEA. Ah ja, maar precies. Oké. Men vi ska sluta nu, det är bra. Oké, hej då. Jag ska dig. Hejdå. Je staat voor mij met je groot. Oh, daar is kom eens hier, schat. We willen een toast uitbrengen. Pas niet. Op onszelf. Dus bij deze jongens. Cheers! Het is een heel leuk feestje. Wow, wat zie ik eruit nu. Gerust, lieve volgers.